Dit is De Kletspet, met elke week weer een nieuwe vraag over een actueel onderwerp. Nou ja, als het zo is, vind ik het wel een beetje laat ontdekt. Dat het niet eerder naar buiten is gekomen. Maar goed, dat ze er wel wat aan doen, maar op het moment wordt er heel veel natuurlijk van alles gezegd en gedaan en gedacht en besproken. Dus. Maar prima. Ja, ik denk daar hadden ze eerder mee moeten komen, vind ik. Waarom moet dat nou allemaal? Dan begint er eentje en dan komt de rest allemaal erachteraan. Daar hadden ze eerder mee moeten komen, maar ik weet het niet. Ik heb daar nooit zo gemerkt of gezien of gehoord, dus ik weet het niet. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het nooit gevolgd. Maar ik ben niet zo'n sportman. Nou, ik schrok daar wel van, moet ik eerlijk zeggen. En ik, van de ene kant snap ik het, dat trainers denken, god, in Rusland werkt het, laten we dat overnemen. Alleen dat dat zo lang heeft doorgeduurd, ik vind het schandalig. En goed dat dat nu aan het licht gekomen is. Dat is iets al van honderden jaren. Hè? Dat is altijd in topsport geweest. Dat is met voetbal en schaatsen, dat is overal al gebeurd. Dus ja, dat is het ook gewoon. En ik hoop dat er nou iemand echt is voor verantwoordelijk wordt gesteld dan, eindelijk. Ja, ik denk dat het goed is dat, dat ze daar werk van gaan maken. Maar ja, aan de andere kant hoor ik ook dat de huidige generatie eigenlijk best wel behoorlijk tevreden is over hoe dat de trainers met hun omgaan. Dus wat dat betreft, denk ik, er zit vooruitgang in, maar het verleden mag onderzocht worden, denk ik. Iedere sport heeft wel zoiets meegemaakt, dus het blijft een lastig iets. Maar ik hoop altijd dat het niet waar is, laat ik het zo zeggen. Nou, daar heb je niks aan mij, want dat heb ik niet meegekregen. Nee. Ik vind dat niet kunnen, want bij turnen moest je je gewoon vrij voelen. Ja. En veilig. En lenig worden. Ja, ik vind het niet kunnen. Nou, ik vind het best wel heftig inderdaad. Ja, het is echt... Ik weet niet hoe ze dat doen, ja. Het is, het is echt misbruik om gewoon, als je als trainer zijnde, zeg maar, om jouw mensen die daar vertrouwd komen om te leren, om die dan te gaan misbruiken, vind ik... Ja, niet kunnen. Ja. Niet zoveel. Nee, ik doe dat nooit aan. Ik heb nog geen offers gebracht om mensen niet vervallen te brengen elkaar. Nee. Nee, dat... Ach, ze hebben ook het recht natuurlijk, net als wij kerstfeest, wij zijn dan Rooms-Katholiek, hebben ze ook het recht om dat te vieren. En dat ze er eigenlijk maar gewoon aan passen. Ja, mijn wat zei niks. Nee, mij ook niet. Nee. Ik heb er niks mee. Nee. Helemaal niets. Ik heb er niets. Echt niks mee. Jeetje. Nou, ik heb toevallig op journaal gehoord dat je het met kerstmis kunt vergelijken. En ik heb iets gezien dat ze een lam van zoveel maanden oude kunt schenken aan familieleden en dat gezamenlijk opeten. Dus een islamitisch feest. Mooi. Nou, ik hoop dat ze hetzelfde mogen als wij met een bepaald aantal mensen. Dat ding vieren, als ook maar op afstand en in plaats van 500 of zo, dat er ook 30 zijn of wat dan ook. En wat kunt u vertellen over het offerfeest? Ja, het offerfeest is meestal dat de besnijdenis is, ook dacht ik. Hè, dat de jongere jongens besneden worden, dat er dan zo'n lam gebraden wordt of zoiets, hè, dat dacht ik. ja, ik ben protestants opgegroeid, dus wij offeren niks. Ja. Lekker doen waar je zin in hebt, ja, zou ik zeggen. Als je daar een goed gevoel hebt. Ja, prima. Ik heb er moeite mee. Ja, precies. Oh, nou, dat is zoveel dagen na de Ramadan. En dan wordt er een profeet geëerd. En dan worden lammetjes geslacht en gegeten die maximaal 6 maanden oud zijn. En het is een feest na de Ramadan. Zeg maar... Het is een soort feest, zeg maar, we hadden eerst de Ramadan, daarna hadden we suikerfeest. En dit is zeg maar het offerfeest, dat komt daarna nog. En het is gewoon, zeg maar, van, gewoon met je familie en zo, zeg maar, bezoek. Dat is gewoon dat leuk. Ja. Ja, eigenlijk niet veel meer inderdaad. Nou, we hebben het op school wel heel veel gehad, maar het komt nu allemaal, sinds vakantie is alles weggevallen.
Zoiets. Dus, ja, het is echt heel erg. Om nog beter uit te komen, denk ik. Ja. Ja. Ja, denk het ook wel, ja. Geld doet veel, hè, toch? Dan compenseer je wat, ja. Gelukkig val ik niet in die categorie, maar... Ik ook niet. Nou moet ik lachen. Ik heb een jongere man, dus. Vriend. Dan kan je wel zien dat ik arm ben dan. Nee, grapje. Ja, dat zal ik mijn man vragen. Ja, je hebt net over rijk. Zal er voor de helft gekocht zijn dan, denk ik. Hè? Als ik voor jou allemaal gauw ringen ga kopen en een paar postjes en zo. Dan blijf jij misschien ook al aan mij hangen, hè? Niet? Wie zal het zeggen? Ik ben niet rijk. Maar ik heb wel een mooie vriendin en ze is ook nog aardig op leeftijd, maar ze is wel knap. Ja, ik weet niet of dat... Geen idee, maar reden genoeg om rijk te worden lijkt me. Ja. Oh jee, ik heb geen flauw idee. Ik vind het wel heel leuk, butter of father, hè, zeggen ze dan, die uitspraak. Ja, het zal wel met het karakter te maken hebben, denk ik, dan. Ik zou het niet weten. Ik denk dat dat is de midlife crisis en dan willen ze zich bewijzen of het geld, ja, het zal het geld zijn. Omdat die mensen meisjes nu golddigger zijn. Voelde. Nou, omdat die hun vriendinnen goed kunnen verwennen. Ik denk dat die mannen ook op zoek zijn naar iets nieuws en dat ze daarom naar jongere vrouwen gaan. En dat jongere vrouwen dat ook wel iets nieuws vinden en dat daarom... Maar ja, makkelijk mee. Dus vooral vanwege het geld. Hij gaat snel dood, dus dan even hebben ze snel geld. Ja, ik denk dat die man het ook wel leuk vindt, iets nieuws. Ja, dat zijn wel echt hele losstaande vragen. Ik vind het leuk, ja. We komen heel dom over nu. Ik heb het niet goed voor.